Ik ben zelf begonnen met BMX. Waren mijn ouders 2 dagen op pad. Eén dag voor de BMX en de andere dag voor de motocross. Uiteindelijk ook de overstap gemaakt naar de motocross. En tot op de dag van vandaag geen spijt van. Het is zoiets speciaals. Ik kan me nou ook geen leven meer voorstellen zonder de motocross. Ik denk als je eenmaal het virus te pakken hebt, dat je er ook gewoon niet meer vanaf komt. En, ja, het is mijn leven. Ik heb er nog steeds heel veel plezier in. Als een dag als vandaag is het, dan zijn er mindere dagen, maar ik doe het dan nog liever als ergens op kantoor zitten of in een fabriek werken. Zonder mijn ouders en de mensen om me heen had ik hier nooit niet kunnen staan. Die hebben altijd voor mij klaargestaan en die hebben natuurlijk allemaal vele kosten gemaakt om mij uiteindelijk aan het crossen te houden. We hebben veel samen meegemaakt, maar op een gegeven moment kom je op een punt aan dat jij zelf als rijder met teams moet gaan werken. En dan valt eigenlijk het stukje ouders valt dan een soort weg. Alle structuur is ook gewoon heel belangrijk, kijk, want het komt uiteindelijk aan op details, zeker op het niveau waar ik zit. Ik ben er dag en nacht mee bezig en structuur in mijn leven is ook heel belangrijk. Ik ga altijd op tijd naar bed. Ik sta 's morgens vroeg op. Ik doe mijn trainingen goed. Ik eet gezond. Ja, mijn doel is eigenlijk om nog zo lang mogelijk te blijven crossen. Zo gezond mogelijk te blijven en hopelijk weinig blessures. En hopelijk nog vele jaren aan de top erbij mogen zetten.